Roy Kastien, welkom bij onze mooie blauwe club. Ja, ik zei het net ook al tegen Mitchell. Stel jezelf eens voor. Nou, mijn naam is Roy Kastien. Ik ben de aanvallende middenvelder die vooral heel diep speelt. Tegen de spits aan en zelfs wel over de spits. Dat is een beetje mijn spel. De meeste weten wel dat je van Koninklijke HFC komt. Wat zijn nog meer de clubs waar je voor gespeeld hebt? Daarvoor heb ik voor ADO Den Haag gespeeld, 2 seizoenen. En in principe eigenlijk daarvoor altijd bij SV Zandvoort gewoon. Dat is gewoon waar ik ook vandaan kom. Toen ging ik 1 jaar naar HFC en toen was ik naar ADO gegaan. Bij HFC is het verhaal denk ik ook bekend. Hè? Je was daar, stond al volop in de picture. En toen ging het mis. Was dat jouw dieptepunt ook in je carrière? Ja, ik denk altijd je moet gewoon vooruit kijken. Natuurlijk is het een hele harde klap geweest toen de tijd. De kans dat ik weg zou gaan was vrij groot. Ja, toen scheurde ik mijn kruisband af. Ja, dan val je wel even in een gat inderdaad. Maar ja, wel snel kunnen omdraaien in iets positiefs en gewoon doorgaan. Hoe staan de zaken er nu voor? Hoe voel je je? Ja, voetballend gezien gaat alles gewoon prima. Fysiek gezien ook. Misschien college nul gezien kan je altijd nog wel stappen maken. Maar daar zijn we nu hard mee bezig en daar is ook de voorbereiding voor. Vandaag heb je ook gespeeld. Hoe kijk je terug op het optreden van jezelf? Ja, sommige delen nog wel slordig. Het is nog wel wennen als jij 1,5 jaar niet gespeeld hebt natuurlijk. Dit is pas de tweede echte wedstrijd dat ik meer dan 45 minuten maak. De eerste 2 potten zag ik meer als weer opnieuw inkomen. En ja, nu begint het wel het serieuzere werk. Ja, dat je dan 2 goals maakt is natuurlijk altijd lekker voor het vertrouwen. Maar het spel eromheen moet wel beter, vind ik zelf. Ja, straks ben je weer helemaal fit, gaan we vanuit. En dan, waar kan dan de blauwe supporters van genieten van jou? Nou, ik hoop gewoon van zoveel mogelijk doelpunten en assists natuurlijk. Ja, ik ga niet een doel stellen nu voor mezelf, want ik wil eerst gewoon 100% fit worden weer. Hopen dat mijn lichaam gewoon heel blijft. Want ja, daar heb je natuurlijk ook niet altijd invloed op. Ik heb natuurlijk, waar we het net over hadden, pech gehad daarmee. En ik hoop dat ik dat nu niet meer heb, dat ik nu gewoon alleen maar omhoog kan kijken. En dat is gewoon het belangrijkste voor mij nu. Wat verwacht jij van de blauwe het komende seizoen? Ja, we spelen natuurlijk in de tweede divisie en dat is een competitie waar iedereen kan winnen zeg maar, van elkaar. Dus ja, je kan op voorhand niet echt zeggen die zijn favoriet of die zijn favoriet. Maar ja, ik vind dat je jezelf altijd gewoon moet prijzen en moet zeggen we hebben een hele goede selectie. En dat vind ik ook. Maar ja, daar moeten we gewoon op voorbeduren en gewoon tegen elkaar zeggen van we willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En of dat nou plek 1 wordt of halverwege het seizoen staan we misschien in de middenmoot, ja, dat kan je nu niet zeggen. Maar ja, we gaan natuurlijk altijd voor het hoogst haalbare en dat is gewoon het kampioenschap. Veel succes daarmee, veel succes ook met terugkomen helemaal en we spreken elkaar nog. Yes, dankjewel. Yo.